Zet er een bos, volgende keer. Publiek in Duitsland, zo drastisch het licht en zo waar ieder hart brandt. Laat je dan gaan, laat de leeuwen je los. Arjen Robben stuurt ze meteen naar het bos. Daar is Van Nistelrooy, ja hij stift hem mooi. En voor Gary Poularoes is ook een spitse prooi. Maar Thijs, Van Persie, Maduro en Kromkamp. Johnny Hattie gaat die aanvallers in de grond stampen. Van der Vaart en Lang zaad op het middenveld. Philippe Cocu is altijd controlerend ingesteld. Deze jongens halen de finale plaats. En de rest van de wereld is zwaar verbaasd dus. Maar in de rebound maakt Wesley Sneijder het af. Hij wordt besprongen door Babel en Vennegoor of Hesseling. Twee grote gasten, damn, dat lijkt me best wel link. Net als Jardien, Sint Giovanni van Bronckhorst. Ze rennen heen en weer net als een motor die rondkrost. Ooyer neemt de map en speelt de map op de Klerk. Hij wordt gedirigeerd door Nederlands langs de ster. Ed Wim van de Zuid, dan ga erheen als je durft. Hij wordt bijgestaan door Timmer en Stekelenburg. 23 gasten die met Marco van Basten de beker gaan halen wat we al jaren op wachten. Kom op. Een kampioen, wij houden van Oranje, om zijn daden en zijn doel. Is the vibe.